Weet je wat ook een hele mooie uitspraak is? Het is van V.S. Nijpoul, Trinidad, een Nobelprijswinnaar in de literatuur. En die schreef op een gegeven moment, dan wordt het goud van je verbeelding veranderd in het lood van de realiteit. And that's what happened over here. Je blijft in Nijmegen, nou, absoluut. Ik zat daar op de middelbare school en dan kwam ik een heel leuk, exotisch meisje tegen. En dat was Daisy. En zij is een Joegoslaaf. Ik ben in 1980 hier voor het eerst geweest. En ik was meteen smoor verliefd op het eiland. En toen heb ik een paar keer geëxposeerd in de jaren 80 hier. Nou ja, en een man woont waar zijn brood is. Hè. Die gaat niet ergens wonen waar hij niks te doen heeft en niks te eten. Wat mij aantrok in het eiland, nou, dat was op de eerste plaats de snacks. En heb ik dus, 20 jaar daarna heb ik een snackboek gemaakt. Het mooie was, wij waren hier dus in een periode dat het eiland minst mooi is. Hartstikke droog, bloedheet. Dus september, oktober waren we toen hier. Maar dan kwam door die hitte, veel zwemmen, duiken. Daar kreeg je dus dorst van, dus dan ging je naar een snack. En die sfeer bij die snacks, ja, je kent het, dat is gewoon geweldig. Nou, omdat ik hier mijn werk redelijk goed verkocht, mijn aquarellen en ook wat vrije werken. Toen zijn wij hier in een heel klein appartementje beland. We zijn hier naartoe gekomen met één kuub en dat was een bankstel. We zetten allemaal schilderspullen. En toen kregen we meteen contact met Monumentenzorg en die wilden een kalender ermee geschilderd hebben. Die wilden af van die traditie van die Dallas-blauwe borden. Nou ja, daar was ik natuurlijk super mee vereerd. En wat schetste onze verbazing? Dat het eiland er helemaal gek op was. Dus die kalender was gewoon een verzamelaarsitem. En sindsdien kom je steeds meer in de picture, krijg je steeds meer opdrachten. Dus ja, van het een komt het ander. Ja, nou, je weet Nijmegen, de Vierdaagse. Maar ik heb hem 9 keer gelopen. Dus ik wilde ook hier op het eiland de wereld ontdekken te voet. Dus allemaal dus de knoek in, maar ja, daar kwam het zwaar bebloed. Uit de knoek, want alles was pika. En toen ben ik daar in de loop der jaren een beetje onderzoek naar gaan doen. Van hoe kan dat nou? Weet je wel, je loopt door die heuvels. En dan zie je gewoon die fantastische heuvels. Hartstikke grijs. Mooie tinten grijs allemaal. Ik vind het wel mooi. En dan in één keer heb je dan een plukje groen. En die plukjes groen, dat zijn allemaal de waaierka. Dus de ontbossing. Dus dit gaan we overwoekeren. De Acacia tortuosa. Wij kunnen niet tegen die prikkels. Die doornen. En toen kon ik daar in de loop van de tijd ben ik daar wat dingen mee gaan maken. Want dan konden we dingen mee uitdrukken die met materiaal wat voorhanden is. Dat was voor een tentoonstelling Resuscita in het Refort. Dat ging over doe iets met het slavenverleden en kom eruit en maak een nieuw leven. Want je moet het verwerken, daar gaat dit eigenlijk ook over. Weet je wel, confronteer je eigen met de dood en met de zeer bedenkelijke kanten van de mensheid. Dan, als je dat doet, dan kun je ermee omgaan. En dan kun je er iets. Dus voer voor je vernieuwing. En toen heb ik een hele grote bol gemaakt van 1,5 meter bij 1,5 meter van doornen. En dat was gewoon een halve bol van boven. Hol, hè, van binnen. Die had ik opgehangen bij mij in mijn atelier. En op een staander die anderhalve bol. En dan kreeg je dus een rand. Die elkaar aanraakte, dus een soort yin-yang. En toen dacht ik, nou, doe ik eens een keer een lampje in. Ik ga er een lampje in aandoen. Nou, dat effect was zo flabbergasting, ongelooflijk. Daar heb ik gewoon een paar weken lang met een fles wijn s'nachts naar zitten te kijken. Zo fascinerend. En toen is het zich verder gaan ontwikkelen. Toen heb ik, ja, want je kunt er vierkanten mee maken, je kunt er bollen mee maken, je kunt er portretten mee maken. Je kunt er menselijke torsos mee maken, dat heb ik allemaal gedaan. Maar eentje die sprak heel erg tot de verbeelding. Dat was een beeld. Want als je dan veel met prenten kijkt, bijvoorbeeld van het christendom, dan zie je gewoon zo'n hele mooie gevoelige kop van de Heere Jezus. En die wordt een kroon opgedouwd, alsof het hem wordt aangedaan. Nou, ik vind dat gewoon een hele verkeerde benadering. Want het wordt hem niet aangedaan. We doen het zelf. Wij zijn de mens. En we doen dat onszelf aan. En we denken maar heel sporadisch aan het paradijs. En toen heb ik daar om die doornenkop van Christus een krans gemaakt van allemaal plastic engeltjes.
het idee daarachter was om mensen te teasen over dat we niet goed bezig zijn. Dus je moet omdenken, anders denken. Ga maar anders met de dingen om, weet waar we mee bezig zijn. Dus met de teasen, dat bleek dus dat je dat niet kunt doen met één doorn. Met mensen met een olifantenhuid kietelen, met één doorn, dat voelen ze niet. Dus we moesten iets maken wat groter was als een olifant. dit is van een rots genomen bij, tussen Daniel en Willy Brothers. En er zit een kop in. En die heb ik op zijn achterhoofd gelegd. Die kijkt het universum in. Die heeft mij geïnspireerd, want de mensen op het eiland noemen dat El Inyan. Je ziet er duidelijk een Indianenkop in. Hier heb je het voorhoofd, neus, kaak, kin. Maar dus, dit is een ode aan de kaketiel. Dat is van de grote familiestam, de Arawakken. Nou, we beginnen hier met de turtle, als een soort poortwachter. Je ziet dat kalebassenoog. En dat schild, dat beschermt zijn innerlijke kloppende hart en zijn innerlijke organismen. En hier beschermt hij de ode die mijn collega's met 50 man brengen aan de vrije geest. Met middels hun werk. Want kunst en cultureel bezig zijn, dus kunst, alle disciplines, gaat over de grenzen van je bestaan ontdekken. Dus we hebben de symboliek van al die muren die moesten sterk gemaakt worden door onderlinge bogen te maken, gebruiken van religieuze gebouwen, zijn die muren sterk gemaakt. Dus we hebben alle religies er zo'n beetje in zitten van 2000 jaar tot nu. En haaks daarop symbolen van de animisme van de natuurvolkeren hier op het eiland. In de regio. Maar ook dus een Afrikaans vrijheidssymbool, een van de duizenden. Maar het is dus een labyrint geworden. En waarom hebben we een labyrint gemaakt? Omdat een doolhof, een labyrint, symbool staat voor onze eeuwige zoektocht naar een antwoord op de vraag waarom we geboren worden om te sterven. Maar we wisten wel dat we met blokken moesten bouwen. Want ja, ik had toen bedacht 8 meter hoog. Maar je moet die blok ook naar boven kunnen. Je moet het boven ook kunnen bevestigen. Het moet hanteerbaar zijn. En daarom hebben we blokken gemaakt van 70 centimeter bij meter en 10 centimeter dik. Ja, dat was zoiets van, auw! Dat deed pijn. Ja. We hadden 2 jongens, soms wel een paar vrijwilligers die het ook mee wilden maken. En die gingen dan met de knoek in. En deze doornen van dit gebouw hebben we dus allemaal gevonden rond de Caracaswaai. En daar richting de Tafelberg. En daar hebben we denk ik een 100.000ste gedeelte van gebruikt. Dus je kunt nagaan hoeveel er nog is. Maar ja, dan ben je niet klaar. Je kunt ze bezoeken en dan in de mand houden. Maar daar zitten groene dingetjes aan, blaadjes. En ik had bij mij thuis bemerkt dat de geiten, die lusten die blaadjes. Die weten precies met een tong ertussen te draaien, waardoor ze die blaadjes kunnen eten. Dat vinden ze een lekkernij. Dus we hadden een kudde. Ergens op Montagne en dan brachten we de takken dan naartoe. Dan kun je, een paar uur daarna kon je ze allemaal weer ophalen, waren ze mooi schoon. En daar is dus ook een beeld voor gemaakt, als een hommage aan de geit. Dat was echt de werknemer van het jaar voor een paar jaar. Kijk, wat ik al heel vroeg merkte, 20 jaar geleden, dat is gewoon als je zo'n takje knipt van zo'n struik en je gooit die in een grote ton, waar er dus honderden van die takjes in liggen. Want dan gebruiken zulke knippen ze tot dit formaat. En dan wil je het ene stukje eruit halen. Dan komt die altijd samen met de andere. Die dingen gaan door die asymmetrie gaan ze al vanuit zichzelf helemaal aan elkaar zitten. Vastzitten. Nou, dat ben ik dus gaan stimuleren. En door in mallen te werken en die takken in elkaar te vlechten als het ware. Maar dat moet je niet te veel voorstellen, het is geen kantklossen. Maar gewoon willekeurig door elkaar heen te gooien, waardoor ze automatisch aan elkaar vast gaan zitten. En daar weer lijm overheen gooien. En dan daarna, als het droog is, met een pakketfinis, wat je bij boten ook gebruikt, eroverheen spuiten om te beschermen tegen uitdroging en verrotting. En dan kunnen we die blokken ophangen. Zeer arbeidsintensief. Ik ben er nog moe van. Waar ik echt naar uitkijk is dat we de hele buitenkant kunnen doen. Zodat we de hele buitenkant er ook bij gaan betrekken. Dus dat je een wandelpad krijgt eromheen. Dus dat je echt om het doosje heen loopt. Want we hebben er nou het doek gespannen. Maar dat doek dat is een beetje plaatsvervangend voor de doornen. Want het zijn spouwmuren. Waar 300 meter ledlight ligt. Dat is het positieve, dat is de hoop. Het spiegelt bovenop de muren. Waardoor het gebouw zelf goud wordt.
We doen dat niet met goud licht, we doen het met wit licht, maar die doornen maken het voor goud. Nou, omdat dat de hoop geeft. Want ik bedoel, wij willen de jeugd ook en de mensen meegeven dat als wij maar bezig zijn. Weet je wat, de thorns, the light within. Ik bedoel, de pijn. Waar komt die pijn vandaan? Want we hebben het over het leven en de dood. Hè? Ja, als je bezig bent met de ervaring van dat je tijdelijk hier bent, dat het allemaal eindig is en dat je zomaar om kunt vallen. En je weet dat in je bewustzijn, dan maak je het leven veel rijker. En dan ga je ook veel meer zien. En dan ga je ook niets meer vernietigen. Dat geeft hoop, omdat het een heel lelijk ding. Dat is, iedereen heeft een behoorlijke hekel aan die doornen. Maar als je dat kunt veranderen in goud, dat is toch wonderbaarlijk. Nou, we hebben dus extra een podium gemaakt, omdat we ruimte willen geven voor allemaal op- en aanstormend talent in de kunsten. Dus de eerste vrijdag van elke maand. Dan hebben we hier optredens. Ja, dat is allemaal fascinerend. En dan komen dan stand-up comedians, dansers. Nou ja, dat is gewoon. Dat is ongelooflijk. Er komen heel veel mensen op af. Wij willen dus een happy hour ontwikkelen. With a story. Gewoon iets meemaken waardoor je thuis er nog over mijmert. Ja, misschien dat we zelfs zover komen om wat vroeger in Miles gebeurde. Dus dat je jam sessions had van muzikanten die dan gewoon hier. En er komen altijd mensen op af. Dit is mijn levenswerk, dat wel. Heb ik aan moeten wennen hoor. Want ik was nog van alles van plan. Maar nu lijkt dus dat ik gewoon hier ook verslaafd aan ben om hier aan te werken. Ik ben een ontzettende klepper. Hè. Ik hou van praten. Dus als er mensen komen en die willen een rondleiding, dan doe ik dat. Maar niet op de eerste plaats om de mensen daarom vragen, maar omdat ik het verhaal graag vertel ook. Ja, dus daar ben ik aan verslaafd, maar ook aan de werkplaats. De sfeer hier, de natuur. Ik zat gisteren nog even met een collega te praten en zeiden we bijna in koor. Hoe is het mogelijk dat ik er geduld heb opgebracht? Want het lijkt wel alsof het buiten me om is gebeurd, als het ware. We hebben nogal wat hebben moeten slikken. Dus dat we gewoon op een gegeven moment geen rode cent meer hadden, maar we hadden wel twee mensen die we moesten betalen. Maar dat ik gewoon 8 jaar lang ervoor over heb gehad om niet te gaan reizen en de hele wereld te bestormen. Dat verbaast me ook nog steeds dat ik dit heb willen doen. En ook nog, weet je wel, wauw.